dat al, maar het staat niet aan. Ja. Ja. Ik was laatst in de Albert Heijn in Helpman. Daar staat een weggeefkast en daar kijk ik graag in, want in die weggeefkast komen het RKZ, dat is een soort van voormalig kraakbolwerk. En de gemeente Haren, die komen daar samen. Daar, de gemeente Haren, een beetje meer up. Nou, dan weten we allemaal, vrij goed. Maar daar vind ik altijd heel interessante boeken. En laatst zag ik deze twee boeken naast elkaar staan en toen moest ik ernstig aan kamer denken. Het eerste boek is van Connie Sluismans, een vrouw die wekelijks in de jaren 80 een interview in de Telegraaf publiceerde. En dat heet Vrouwenpoëzie. En het tweede boek is het Erotisch Woordenboek uit 1981. En dat staat echt werkelijk helemaal vol met readymades die Karel had kunnen schrijven. Ik zal een kleine greep doen voordat ik wat voor mezelf ga voorlezen. Het is echt heel erg flauw allemaal en heel grappig. De erotische woordenschat concentreert zich over het algemeen rond een vrij doorzichtige metaforiek. Zeer groot is de groep langwerpig voorwerp voor het mannelijk lid, met als tegenhanger de vrouwelijke groep wat iets kan bevatten. Nou ja, het gaat zo eindeloos door. Maar ik ben al jarenlang Karel's huisgenoot geweest aan de GEMA. En daar vergaderden wij één keer per twee maanden. En als die vergadering dan afgelopen was, dan ging ik vaak met Karel eindeloos zitten bomen over literatuur en het leven. En daar had Karel dan altijd een fles wijn bij. En na gelang de avond vorderde, begon hij dan altijd een beetje heel gezellig te lispelen. En zei hij steeds vaker, ach meisje, en dat soort dingen. Nou, het was allemaal heel erg gezellig. En toen heeft Karel mij ook eens een keertje verteld wat hij dan mooie gedichten vond die ik zelf had geschreven. En daar zal ik er nu een paar van voorlezen. Het eerste komt uit mijn bundel Dat Was Dat. Dat is al heel lang geleden, uit 2008. En dat heet The Man in Me. Ik vertel Louis over mijn droom van vannacht, waarin ik ontdekte dat ik een pik had. En niet zomaar de eerste de beste. Opgewonden zocht ik in drukke straten naar een plek om de boel eens nader te bestuderen en, want je bent toch benieuwd, me eens voorwerelds af te drukken. Maar waar ik ook ging, overal was vol. De huizen hadden ogen, muren, oren. De pik onderwel roerde zich wild onder mijn rok en dreigde me spoedig te verraden. Toen uit het niets de overmaat van ramp recht voor mijn neus de zanger van die technoband, hoe heet ze ook weer, verscheen. Opgedoft als een wijf in nauw sluitende zomerjurk. Me nog in alle talen afvragend wat daar nu weer onder kon zitten, realiseerde ik me tot mijn teleurstelling dat ik me in mijn bed bevond. Louis moet er hartelijk om lachen en merkt op dat, niet om mij te verontrusten, maar toch dromen over geslachtsverandering kunnen duiden op sluimerende psychoses. Daar zijn wij het niet mee eens. Nou, dan nog iets, we hadden ook het gesprek de hele tijd, het ging maar door, over allerlei vrouwenromannetjes die ik aan het lezen was, omdat ik eigenlijk zelf een vrouwenroman wilde schrijven, maar dan een goede, maar dat bleef heel erg moeilijk. En dit ging dan over 50 Shades of Grey. Even zoeken, want ik heb het papiertje ertussen uitgehaald. Oh ja, deze. Dat heet, bij nader inzien vond ik de film toch beter. Omdat ze zo'n leuk zoekje had, kwam mijn knappe vriendin Sarita altijd wel ergens aan de bak. Ze droeg ook wel erg strakke rokjes, maar dat terzijde. De jaren 50 liggen achter ons. Overigens twijfelden we nooit aan haar kunnen. Behalve mooi was ze namelijk ook opvallend getalenteerd. Precies, voorkomend en ter zake kundig. Het leek geen twijfel dat ze ooit een lieve, zorgzame moeder en echtgenote zou worden.
Niets van dit alles was meneer, u weet wel wie, ontgaan. Hoe kon het ook anders? Hij ketende Sarita vast aan zijn bureau en legde uit dat het een aanrecht was. Ze vroeg niet eens of haar bril af mocht. Ze maakte ritmische afwasbewegingen met de hoorn van de bedrijfstelefoon en kermde van genot. Okay. Volgende gedicht heet Daar waar geen schilderijen hangen. Oh nee, dat is allemaal niet waar. Ofwel, oh ja, toch wel. Zet nog eens iets lelijks, dan valt de spiegel stuk. Je hoeft hem niet eens te duwen, hij klapt vanzelf voorover als je hem je rug toekeert. Huilen mag, maar is op zich niet nodig, je hebt nul scherven in je voet. Bel nu Mike maar. Je zou iets kunnen doen wat je anders nooit doet, iets laags en goedkoops. Samen op de bank, zwaaien naar de overbuurman. Mike alleen zijn niet matchende sokken er nog aan, jij op je rode kop na niks. Na twee keer op en neer grond hij vlug, haal een doekje. Als je drinkt, veegt hij je ogen droog. Of anders toch maar de mannen begraven. Of anders dat allemaal niet. De bruine kaart op het plafond uit je hoofd leren. Wachten tot het donker wordt. Jezelf aaien tot het komt. Laatste, dit is een communistisch gedicht. Ik heb een tijdje in Frankrijk gestudeerd en daar had ik een hele spectaculaire theaterdocent en die beweerde dat zij Mao had geïnterviewd. Ik weet niet of dat waar was, maar het verhaal was gewoon, dat was al fantastisch. Hemelse vrede heette. Mevrouw Duval, vooraanstaand lid van de Franse intellectuele elite in de vroege jaren 70, krijgt de kans om de grote, doorluchtige leider van China in een 1 minuut durend interview één grote, prangende vraag te stellen. Ze vraagt hem, hoe ziet de toekomst van uw land eruit? De grote, doorluchtige leider van China kucht en opent één la van zijn sobere, doch solide werktafel, waaruit hij één onbeschreven A4'tje tevoorschijn trekt. Hij legt het voor haar neus. Ze wacht.